dat je kijkt naar een nieuwe update van Los. Het is zaterdagavond, party night. En ja, ze hebben de twee beste krachten gestuurd om nog wat centjes te sprokkelen. Ja, ja, ja. En bij 3FM gaat het natuurlijk erover dat we zoveel mogelijk geld verzamelen. Dus wij gaan met z'n tweeën proberen dit varkentje eventjes te wassen. Kijken hoe gul de mensen in Heerlen zijn. Krijgen ze een muts, toch? Krijgen ze een muts van ons en verder alleen maar liefde. Hier in mijn armen, samen voor de open haard. Bij de boom ligt een cadeautje, speciaal voor jou bewaard door dit vaart. Nooit voorbij, met deze kerst blijf jij vergoed bij mij. Joepie! Woe! Bas, Bas, Bas! Hey. Jij bent nu in mijn leven, tot in de eeuwigheid. Is het buiten donker, staat alles is welkom. Alles. Eentje, ja, wat je wil. Woe! Yes! Please. Dames en heren, ook Emil Sakovic. Deze kerst ben jij. Kijk eens, jazeker. Krijg jij een kerstmuts? Ja, applausje voor deze mevrouw. Ik wil je nooit meer kwijt. Jet. Jij bent nu in mijn leven, tot in de eeuwigheid. Ik sta hier naast Aart Zeeman. Aart, jij was vandaag de bekende barman in Sirius Café. Hoe is dat voor jou geweest vandaag? Voor mij was het prima, maar voor mijn collega's was het een bezoeking. Ik heb echt iedereen in de weg gelopen die ik in de weg kon lopen. Ik ben blij dat ik een vak heb waar je niet voor hoeft te leren. En ik heb gezien dat het fantastisch is om barman te zijn, want daar moet je echt voor leren. Ik heb ongelooflijk veel bewondering daarvoor. Je staat liever aan de andere kant van de bar in die zin. Graag. Wil jij dit varkentje nog wassen vandaag of niet? Dit varkentje gaan wij met alle plezier wassen. Hoppa! Ja, we zijn los. Letterlijk en figuurlijk. Alle mutsen zijn verkocht. Behalve deze. Frits heeft al ontzettend zijn best gedaan. Hij krijgt toch elke dag een andere naam. Dat vind ik het meest bijzondere van dit varkentje. Nee, we hebben goed ons best gedaan. Kunnen met een gerust hart naar bed straks. En morgen weer geld ophalen. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om. Voor Serious Request. En eerst misschien nog even lekker een snackie. Bas, Bas.